Deze highlights worden u aangeboden door Lay's. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Die bal niet voldoende wegwerken. En kijk eens aan. Kijk eens aan. 1 minuut en 11 seconden gespeeld. En de bal ligt al in de netten. Kylian Mbappé. Die scoort. En Simon Mignolet zag er niet goed uit bij die voorzet. En op die manier Mbappé met zijn derde Champions League goal van deze campagne. Maar de wedstrijd in Parijs begint al even rampzaliger. Misschien zelfs nog slechter dan die tegen Leipzig op de vorige speeldag. Hakimi, dan Di Maria en hier is de kans. Oh, bijna de tweede goal. Hier de bal richting Mbappé. Mbappé, zijn tweede. Zijn tweede van de match. We zijn 1 minuut 7 aanbeland en het staat 2-0 voor Paris Saint-Germain. Dit kan een heel zware avond worden. Want het gaat veel en veel te makkelijk, ook deze. Ja, min of meer altijd op dezelfde manier. Met steekballetjes daar centraal in de rug van die centrale verdedigers. Al de derde keer eigenlijk. Slechte bal dit van Sandra. Messi geeft mee met Di Maria voor de derde. Goed van Mignolet. Goed van Simon Mignolet. Goede tussenkomst van Hans van Aken en Noah Lang heeft ruimte. Noah Lang heeft ruimte, maar het gaat naar Sandra. Sandra! Oh, hij kon misschien ook tot bij Lang krijgen, maar hij probeert het zelf. Di Maria komt naar binnen. Mbappé, prachtig gedaan. Messi. Messi gaat hij zijn vierde maken voor PSG in de Champions League. Nee. En hier dan Messi weer dezelfde positie als daarnet. Gaat hij het nu wel proberen? Messi, Mignolet, lost hem. Een sokkie met zeker voor het onzekere neem. Opvallend bij PSG met z'n allen terug, behalve één goed, speler. Doorgespeeld tot bij Clinton Matta. Matta, en daar is de goal. Nee, de redding. Mats Rits bijna met zijn tweede in deze Champions League campagne. Mbappé speelt snel naar Messi en dan aan de buitenkant ook wel steun. Messi doet het zelf. Daar is hij. Daar is hij. Derde keer. De voorspelbare goal van Lionel Messi vanuit het centrum. De 3-0 voor PSG. Trademark, old school, Lionel Messi. Ja, derde keer, vierde keer dat hij daar vanuit die positie. Hij was er al een paar minuten naar op zoek. Beetje simpel balverlies toch van Hakimi. En Lang. Lang met het schot. Ja, korte hoek gezocht door Noah Lang. Di Maria, dat is een interessante plek om zelf te trappen. En dat deed hij dan ook. Noah Lang. Versnelling door het centrum. Noah Lang legt hem goed breed. En deze moet dan toch binnen. Ja, ja, en hij gaat erin. Rits, hij gaat erin. Of niet? Nog een handje erbij van Donnarumma. Ja. Maar Mats Rits met de grinta op het aangezicht. De e-redder voor Club Brugge. Ze hadden hem al een paar keer kunnen maken. Uiteindelijk nu halverwege de tweede helft. Toch de 3-1. Mbappé, plaatsbal. Mignolet duwt hem één hoekschop. Messi. Messi zoals in de eerste helft met ruimte centraal en geeft hem dit keer af. Verratti, Messi. Oh. Messi, penalty denk ik. Ja, 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 strafschop. Messi aangetikt in de 16. Gil Manzano is onverbiddelijk. Een kwartier voor tijd krijgt Paris Saint-Germain een strafschop. Leo staat klaar.
om de vierde van de avond voor PSG binnen te trappen. Dat doet hij ook. Mignolet blijft bijna stokstijf staan. Hard getrapt, laag getrapt, binnengetrapt. Lionel Messi, 4-1. Alle gekheid op een stokje, vrije trap, Ruud Vormer. Hij probeert het wel. Deze highlights werden nu aangeboden door Lays. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.